Ik ben Mark. En ik ben Jonathan. En vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Sparta A-Shine Mach B. Deze fiets komt er in twee uitvoeringen. Dit is de normale uitvoering en deze uitvoering die heeft een riemaandrijving. Twee jaar geleden kwam de MHB voor de allereerste keer op de markt zoals we deze nu kennen. Ja, qua geometrie is die eigenlijk nog exact hetzelfde, alleen technisch zijn er een aantal dingetjes veranderd. Zo heeft hij nu hydraulische schijfremmen en heeft hij optioneel een riemaandrijving. Ja, dat die eigenlijk niet veranderd is, dat is niet onverklaarbaar, want twee jaar geleden werd deze fiets namelijk uitgeroepen tot de fiets van het jaar. De nieuwe Sparta A-Shine MHB begint bij een adviesprijs van €2749. Wat krijg je hier nou precies voor? Zoals we net al aangaven, zijn de remmen op de fiets veranderd. Eerst had de fiets hydraulische velgremmen en hij komt nu standaard met hydraulische schijfremmen. Nou, schijfremmen heeft als voordeel dat je wat beter stil komt te staan, dus wat meer remkracht hebt. En daarnaast heb je ook minder last van slijtende remblokken. Nou, wat zien we dan nog meer op de fiets? We zien dat er ergonomische handgrepen op zitten. Hij heeft 8 versnellingen, een Nexus 8 versnelling van Shimano. En daarnaast heeft hij ook het Bosch Intivia display, zoals we dat van andere fietsen ook kennen. Er zit een Active Line Plus motor op met 50 Nm, waardoor je ook in heuvelachtig gebied of met een bruggetje hier in Nederland gewoon prima naar boven komt. Een van de allermooiste dingen aan de MHB is en was eigenlijk ook al hier de voorkant. Ja, deze is niet aan elkaar gelast, maar dat is in elkaar gegoten. En dat zorgt ervoor dat je een heel smooth uiterlijk hebt. Waarbij je bij andere fietsen regelmatig te maken hebt met van die rommelige lastnaden, heeft deze fiets dat totaal niet. Ja, daarnaast, deze fiets die heeft altijd de verlichting aanstaan. Ook een dagrijverlichting, het logo van Sparta, die brandt constant. Dat zorgt voor nog betere zichtbaarheid op de fiets. Achter de goed zichtbare koplamp hebben ze de voorvorkvering weggewerkt. Dit is een voorvorkvering die monoshock heet. Wat is het verschil met een normale, dubbelpotige vering? Een normale vering die veert elke keer dat je trapt, veert die in. Dat zorgt ervoor dat je een stukje kracht kwijtraakt. Op een e-bike merk je daar weinig van, alleen het gaat wel ten koste van de actieradius. Dit is eigenlijk meer een schokdemper en die dempt echt de grotere schokken. Dus voor een comfortabelere rit met genoeg actieradius. Een van de in het oog springende details op de MHB is altijd al het zadel geweest. Dit was bij de oude variant al een goed zadel en dat is nog steeds zo. Het zit echt heerlijk. Daarnaast heeft de fiets zadelvering, wat ook weer het comfort ten goede komt. Als we achter op de fiets kijken, dan zien we nog dat er een mikdrager zit. En dat betekent dat je ook makkelijk bijvoorbeeld een tas of een hondenmand of een ander mandje kan bevestigen. Met een meerprijs van €200 komt deze fiets er ook eventueel met een Gates riemaandrijving. Het voordeel van een riemaandrijving is dat hij niet gesmeerd is en dat zorgt er dus voor dat hij ook niet vies wordt. En dat zorgt weer voor een stuk minder onderhoud. Eigenlijk is dit dus de meest onderhoudsvriendelijke uitvoering van deze fiets. Nou, doordat hij van carbon gemaakt is, rekt hij ook een stuk minder snel op. En dat zorgt ervoor dat deze riem rustig 20.000 tot 30.000 kilometer mee kan gaan. Dankjewel voor het kijken naar deze fietsreview. Lijkt het jou nou ook een interessante fiets en wil je misschien een keer een proefrit maken? Neem dan contact met ons op of kom na de lockdown een keer langs in de winkel. Wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan eventjes op abonneren.